Ik ben Mattie Vaas, ik ben arbeidsdeskundige bij Achmea. Mijn werk bestaat eruit dat ik ondernemers bezoek die zich bij Achmea arbeidsongeschikt hebben gemeld. Er kan sprake zijn van paniek als een ondernemer arbeidsongeschikt is geraakt. Vragen die ik veel hoor is, hoe moet het verder met mijn bedrijf? Hoe word ik beter? En hoe zit het met mijn inkomen? Mijn eerste prioriteit is dan om vooral rust te creëren en te luisteren. Klanten die ik bezoek zijn over het algemeen kleinere ondernemers. En dat betekent als de ondernemer uitvalt dat hij ook direct een probleem van continuïteit heeft. Als arbeidsdeskundige vind ik het een uitdaging om kille polisvoorwaarden, zoals die door veel mensen gezien worden, te vertalen naar de menselijke maat. Soms kunnen mensen arbeidsongeschikt raken of uitvallen, terwijl er geen sprake is van ziekte in de zin van de polis. En ik heb daarvan een heel mooi voorbeeld waarbij een melkveehouder die zijn bedrijf alleen moet runnen met een ernstig ziek kind te kampen krijgt, waardoor die in feite wel in de gelegenheid is om zijn bedrijf te voeren, maar gewoonweg de tijd niet heeft omdat het zieke kind met een hoge frequentie naar een ziekenhuis vervoerd moet worden. In die situatie hebben we een onverplichte uitkering gedaan, niet omdat de man ziek is, maar om hem in de gelegenheid te stellen de zorg voor dat zieke kind te leveren. Uiteindelijk hebben we op die manier een jaar lang ondersteund tot de situatie rond het kind dusdanig stabiel was dat het weer ingebed raakte in hun nieuwe gezinsleven. Voor de klant is het belangrijkste dat hij hulp krijgt om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen in zijn eigen bedrijf.